Goedenavond, van harte welkom bij mijn eerste live video in de reeks waarin ik mijn 12 favoriete afslankstrategieën met jou deel. Het zijn strategieën die jou gaan helpen om sneller af te vallen en om je gewicht, je afslankplateau te doorbreken. Slechte verbinding, hier zijn we terug. Goedenavond, van harte welkom bij mijn eerste video in de reeks van de video's waarin ik mijn 12 favoriete afslankstrategieën met jou ga delen. Het zijn strategieën die je gaan helpen om snel af te vallen op een gezonde manier. En meer nog, ze gaan je helpen om veel lichaamsvet te verliezen. En dat is wat je wil. En ook snel. Want onderzoek heeft aangegeven dat wie snel lichaamsvet verliest, meer lichaamsvet verliest en ook permanenter. Dus je gewichtsverlies blijft gewoon veel langer. Dus zowel op korte als op lange termijn heb je voordeel. Oké, goed. Let's dive in. Mijn strategie nummer 1. Begin de dag altijd met een voedzaam, eiwitrijk ontbijt. Kijk, onderzoek heeft aangetoond dat wie start met een voedzaam, eiwitrijk ontbijt, doorheen de dag gewoon veel minder gaat eten. Dat is mooi meegenomen. En dat brengt mij meteen bij de volgende strategie en de volgende studie, want die heeft aangetoond dat wie één maaltijd per dag vervangt door een voedzame, hoogkwaliteitsvolle, maaltijdvervangende shake, dat die ook weer veel sneller gaat afvallen, meer lichaamsvet verliest en ook weer veel gemakkelijker op het resultaat gaat kunnen behouden. Dus, dan doe ik graag 1 plus 2. Want geef toe, het gaat al heel vaak fout van bij het ontbijt. Dus wat we gaan doen, wat is mijn advies? Begin elke dag met een lekkere, hoogwaardige, voedzame, eiwitrijke shake. Maar kies daarvoor alsjeblieft voor kwaliteit. Want er bestaan duizenden shakes op de markt. De meeste zijn by the way niet lekker. En laat het alsjeblieft toch lekker zijn. Je mag je dag toch starten met iets lekkers. En kies ook voor een goede bron van eiwitten. Kies voor een hoogwaardige eiwitpoeder. En laat de wei-eiwitten en zo, laat dat maar aan de bodybuilders. Hè. Kies maar voor goede kwaliteit. Wat wil je bij je shake dan combineren? Ten eerste, gezonde, goede vetten. Dus mijn advies is, maak je shake met kokosmelk of met amandelmelk. Ik kom er straks op terug. Wat je er ook wil aan toevoegen, of kan aan toevoegen, is een eetlepel gewelde chiazaadjes. Die moet je er dan doorheen mixen. Net zoals, kun je ook doen, een eetlepel lijnzaad. Nooit gebroken lijnzaad kopen, altijd lijnzaad zelf mixen doorheen je shake. Oké, wat wil je er nog aan toevoegen? Je wil er ook een portie, weinig, lage, trage koolhydraten aan toevoegen. Kijk, de shake waar ik mee werk, die heeft dat al. Dus in dat poeder zitten er al goede, lage, trage koolhydraten. Maar je wil je shake misschien wel eens pimpen met een handjevol bessen. Dat is een goed idee. En dat mogen ook bevroren bessen zijn. Dat mix je dan lekker doorheen je shake en dat geeft echt zo wat dikte en dat maakt het wat fruitiger. Wat je er ook altijd kunt onder mixen en wat een zeer goed idee is, onder andere omwille van de vezels en de mineralen, is spinazie. Een handjevol spinazie door je shake mixen. Je proeft de spinazie niet. Je hebt lekker de voordelen ervan. Je shake ziet dan wel een beetje groen, maar dat is niet erg. Wat wil je er nog aan toevoegen? Kijk, als je die dingen daaraan toevoegt, dan heb je werkelijk een hoogwaardig, voedzaam, eiwitrijk ontbijt. En daar wil jij je dag mee beginnen. Waarom is dat nu zo goed? Wel, proteïne verzadigen. Dat betekent, als je proteïne eet, eiwitten, dan ga je je langer gevuld voelen. Bovendien werken proteïne thermisch. Dat betekent dat je metabolisme of je verbranding een boost krijgt. Dus je gaat meer vet verbranden. Mooi meegenomen. Als je dan proteïne gaat mengen met, combineren met vezels, uit de spinazie bijvoorbeeld, of wat ik altijd doe. Ik heb een supplement, een zakje met hoogwaardige vezels, want vezels hebben we allemaal veel tekort. En ik mix dat ook weer door mijn shake.
En als je proteïne gaat mixen, gaat mengen, combineren met vezels, dan gaat je maag veel trager leeglopen. En dat is een groot voordeel. Dat is heel belangrijk. Want op die manier wordt het hongerhormoon, ghreline, wat in je maag zit, dat wordt onderdrukt. Als ghreline hoog gaat, dan krijgt je brein het signaal dat je honger hebt en dan wil je eten. Dus dat willen we vermijden. Oké. Wat dat vet betreft, die vetten. Mijn grote favoriet om je shake te maken is kokosmelk. Waarom? In kokosmelk zit kokosvet. Dan ga je zeggen, ja, maar dat is verzadigd vet, dat is niet goed. Jawel! Kokosvet is het enige verzadigde vet dat zeer goed is voor jou. Onder andere om af te slanken, want in dat kokosvet zit een heel bijzonder vetstofje, namelijk MCT. En MCT zorgt voor een betere vetverbranding. Ook daar weer voordeel. En het is op de koop toe ook zeer lekker. Kies dan wel voor suikervrije en ontzoete kokosmelk. Die vetten die werken trouwens in de dunne darm. En in de dunne darm gaan die een signaal geven naar jouw brein dat je verzadigd bent. Dus je gaat weer minder honger krijgen. Minder gaan eten doorheen de dag. En je langer verzadigd voelen. Waarom raad ik aan om die koolhydraten erbij te hebben? Dus ofwel zitten ze al voor een stukje in het eiwitrijk poeder, oftewel ga je ze toevoegen of nog extra toevoegen. Maar dan kies dan voor bessen, niet voor ander fruit, want daar zit dan weer te veel fructose in. We willen fruit met een lage suikerimpact, dus bessen zijn een goed plan. Waarom? Omdat je dan doorheen de voormiddag gestaag een goede aanvoer krijgt van glucose naar je hersenen. Suiker naar je hersenen. Zodat je vermijdt dat je halfweg de voormiddag heel slecht gezind wordt. En een suikercraving krijgt. En in de koekenkast duikt. Dat willen we niet. Kijk, dat zijn al meteen mijn twee eerste strategieën voor jou. Om je te helpen om sneller gewicht te verliezen. En niet alleen gewicht, maar ook lichaamsvet te verliezen. En nu ga ik even kijken of er misschien vragen zijn. Als je vragen hebt over deze topic, dan beantwoord ik ze graag. Dus ga je gang, laat het weten. Dag Ann, dag Carolien. Hey, dankjewel Carolien. Oké. Zijn er vragen? Ja, Ann, jij kent het hè, de shake. Hè? Ik drink die nog elke dag. Ik pimp die met nog wat extra superfoods erbij. Dat kun je ook gaan doen. Een keer als je wat gevorderd bent, met wat spirulina erbij of tarwegras erbij bijvoorbeeld, of maca, of guarana, of wat je leuk vindt en lekker vindt. Oké, goed, even kijken, geen vragen. Oké, dan gaan we het hierbij houden en dan zie ik jullie morgen graag terug voor mijn derde tip. Oh, even een vraag. Fiber dus gewoon door de shake mixen en niet rond de muur. Wel Mirella, je hebt de keuze. Het is een goed idee, ook een heel goede vraag trouwens, dankjewel. Het is een goed idee om die halfweg de voormiddag te drinken, opgelost in een glas water. Want het zou kunnen dat je natuurlijk, zeker in het begin, als je overgaat naar die shakes, dat je toch wel halfweg een klein hongertje gaat krijgen. En dan bieden die vezels, opgelost in water, echt wel de oplossing. Maar eens dat je dat gewoon bent, zoals ik mix die gewoon door mijn shake. Want ik kom er vaak niet toe in de voormiddag om ze te nemen. Welk merk van shake, Viv? Wel, als je het goed vindt, dan plaats ik hier boven de video even een linkje naar de shake waar ik mee werk. Is dat goed? En dan kun je dat daar vinden. Heb je daar dan nog vragen over, dan moet je mij maar een berichtje sturen. Oké, dankjewel Nathalie. Was een beetje binnen de tijd. Oké, super. Welke kokosmelk is best? Wel, Carolien, mijn voorkeur gaat uit naar bio. En ik werk persoonlijk met de melk die ik koop, de kokosmelk in de Bioshop of de Bioplanet. En dat is die van Ecomil. Dat is ontzoete kokosmelk van Ecomil. Vind ik zeer lekker, is wat romig. Ik leng dat zelfs aan met een beetje water, omdat mijn shake anders een beetje te dik wordt. Zeker met die vezels erbij. Maar dat vind ik een hele goeie. Als je niet naar de biowinkel wil, dan kun je bijvoorbeeld het merk Coco nemen. Dat vind je in de Delhaize of in de Carrefour. Coco is ook wel goed. Oké, prima. Connie. Hoeveel water raad je aan te drinken per dag?
is soms een hele opgave om aan 2 liter te komen. Ja, Connie, ik snap het. En toch is het zo belangrijk. Want weet je, als je gezonder gaat eten en als je bijvoorbeeld met die shake aan de slag gaat, dan komen er heel veel afvalstofjes vrij. En die afvalstofjes die wil je uit je lichaam. Want als die in je lichaam blijven zitten, dan gaat je lever, dat is je project manager in je lichaam, die gaat die weer in vetmassa stoppen. Dus 2 liter is absoluut belangrijk. Maar ik vind het zelf ook heel moeilijk. Dus weet je wat ik doe? Ik drink thee. Ik drink heel veel kruidenthee. Ik heb een hele lekkere kruidenthee waar ik mee werk. En dat hydrateert en dat heeft ook wel heel veel voordelen. Of ik drink af en toe gewoon warm water. Dat helpt ook. En als je het dan nog moeilijk vindt, dan kun je er een klein smaakje aan toevoegen. Kun je bijvoorbeeld een beetje citroen of limoensap aan toevoegen. Of een beetje van die vitamintjes dat je zo in je water kunt doen. Dat kan eventueel ook. Maar 2 liter is echt een must. Oké, Caroline, goed. Yes. Nog vragen? Nog opmerkingen? Oké, goed. Ik denk het niet. Dan gaan we nu afsluiten. Dank jullie wel om erbij te zijn. En ik zie jullie heel graag morgen terug om 8 uur voor weer een tip. Tot dan. Bye bye.